Het is ochtend in het regenwoud van Brazilië. De twee leden van de Arariboya-stam maken zich op voor de jacht en trekken samen de jungle in. Terwijl ze daar met z'n tweeën lopen op zoek naar hun avondeten, worden ze opeens aangevallen. Aangevallen door mannen die andere kleren dragen dan zij, een andere taal spreken dan zij en bovendien veel modernere wapens dragen dan zij. Eén van de inheemse komt hierbij op gruwelijke wijze om het leven. Dit is geen tafereel uit de tijd van de conquistadores, geen tafereel uit 1564. Dit is een nieuwsbericht van 1 november 2019. De aanvallers waren illegale houtkappers. De man die stierf heette Paulo Paulino Guajajara. Illegale landbouw, mijnbouw en houtkap vormen een steeds verder groeiende bedreiging voor de Braziliaanse inheemse en hun gebieden. In 2019 alleen werden er meer dan 150 gebieden van inheemse binnengevallen, waarbij de bevolking op brute wijze werd verjaagd, vermoord en vernietigd. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft meermaals getoond lak te hebben aan zijn inheemse bevolking en aan hun rechten. Hij liet zich vaak racistisch uit tegen inheemse. Hij maakte het makkelijker om ze van de gebieden te verdrijven. En hij ging zelfs zo ver als te zeggen dat hij wenste dat de Braziliaanse cavalerie net zo effectief was geweest als de Amerikaanse in de uitroeiing van de inheemse bevolking. Maar gelukkig pikte de inheemse bevolking dit niet langer. Zo liepen er in april in de hoofdstad Brasilia meer dan 4.000 inheemse samen in de mars voor vrij land. Na eigen zeggen deden ze dit om hun rechten te beschermen tegen de aanvallen vanuit de regering. Maar ze kunnen dit niet alleen. Er moet iets gebeuren. Bolsonaro moet duidelijk gemaakt worden dat dit zo echt niet langer kan. We kunnen niet toestaan dat de rechten van deze inheemse, van deze mensen op zo'n manier geschonden worden. En daarom roep ik u allen op om samen met mij op te komen voor de inheemse bevolking van Brazilië en om ze te steunen in hun strijd tegen de onderdrukking.